naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is er aan de hand? Guus Uttenwaard is een week of wat geleden, toen hij terugkwam met de trekker na het hooien van het land. Met een behoorlijk flinke vaart tegen de koeienstal gereden, zijn trekker doodde los en zijn kop in het verband. Nou kan een boer niet zonder trekker, dus een nieuwe mazzer komen. De schoenendoos werd omgekeerd, het kapitaal geteld. En op zaterdag het Guus de bus naar Rotterdam genomen. En in zijn binnenzak had Guus een flinke boerentiet met geld. Guus Uttenwaard had zich nooit in een stad begeven. Hij kende alleen het dorp, het land, de oude boerderij. Zien uit het vroeger zijt dat zwaar de wilde wijven leven. Die worden stuver met naar boven gaan voor de vrijerij. Daar kreeg je...